Ik denk dat de leukste NAWAC herinnering het eindfeest van 2018 was. Toen waren we met Aan de Gracht, waren we na twee weken keihard werken en het maximale geven klaar. En toen stonden we op het hoofdpodium bij die net nieuw gebouwde boot. En toen was dat vuurwerk en dat was wel een momentje van euforie en voldoening. Mijn naam is Roy en ik ben coördinator van de Nachtburgemeesters. Mijn eerste NAWAC was ik verkenner in Zevenaar 2006. En toen de Jupjam 2010, toen was ik wildevaartbegeleiding, 2014 wildevaartbegeleiding. 2018 subkampstaf Aan de Gracht. De eerste nachtburgemeester en nu coördinator van alle nachtburgemeesters. Het idee van nachtburgemeesterschap is eigenlijk ontstaan in 2014. Ik kende de toenmalige subkampstaf van Jamaica en ik zat zelf op Cuba. En er was wat strijd tussen die twee subkampen en dat werd steeds gekker en gekker. En toen dacht ik, dit moet je op een ludieke manier op kunnen lossen. Toen heb ik gezegd, je moet daar gewoon iemand neerzetten die in die subkampstaf zit, die de deelnemers kent, die zich verantwoordelijk voelt voor de spullen en materialen. Nou, 2 jaar later werd ik gebeld en toen mocht ik dat idee komen uitvoeren bij Aan de Gracht. En dat was dus 4 jaar geleden. En in de evaluatie toen hebben we gezegd, misschien moeten we dat nachtburgemeesterschap wat groter maken. En daarom is deze editie voor gekozen om elke subkamp een nachtburgemeester te hebben. En ik mag het soepje dan coördineren. Vermoeidheid is wel een dingetje. Je moet goed je rust pakken. Je maakt een hoop mee. Leuke dingen, soms ook iets minder leuke dingen. Dus het is belangrijk om voldoende te slapen. En we proberen van 6 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags te slapen. Dus dan heb je 7 uur slaap. En dat is op zich voldoende als je dat elke dag doet. Helaas is het niet zo dat dat elke nacht lukt. Maar er is wel voldoende slaap, denk ik. Scouting is een soort speeltuin. Daar kun je allemaal dingen proberen die je in het dagelijks leven niet altijd kan. Dus je kan allerlei functies en dingetjes proberen. Dus het is een stukje voor je zelfontwikkeling. En het is ook gewoon ontzettend leuk om alle deelnemers hier plezier te zien hebben. En als je daar een actieve bijdrage mag leveren, dat vind ik leuk om te doen.